Tasha Stewart komt uit een muzikale familie en is vanaf haar geboorte al omringd door muziek. Vooral soul en jazzmuziek, snap je? Haar muziek is het beste te omschrijven als volwassen, sterk en geraffineerde soul en jazz. The falling leaves drift by my window. Als Menti, ik voel me zeg maar wel als dochter van een mentor, omdat ze zeg maar het soort van een tweede moeder voor me is, waar ik veel mee dingen kan doen en over praten en zo. Wat doe je precies als mentor? Als mentor ga ik iedere week met mijn mentee op stap en dat kan van alles zijn. Je kan je werk laten zien, naar je eigen school gaan, gewoon om haar netwerk te vergroten ook en ook te zien van hey, dit is wat mijn mentor doet en zo kan ik daar komen. Dus je laat er gewoon een goed voorbeeld van jezelf zien en hopelijk ook dat je haar kan inspireren. Tijdens de benefietavond is er een buffet en treden er meerdere artiesten op. Allemaal om geld op te halen voor de begeleiding van jongeren. Wat ik niet aan mijn ouders durf te vertellen. Dus dan kan ik het zeg maar aan mijn mentor vertellen. En dan probeert zij zeg maar mij op te vrolijken door iets te gaan doen, zodat ik er niet meer niet meer aan denk. Moet ik het uitspreken als John of Sean? Wat jij wil. Okay. Wat jij wil, dat maakt mij niet uit. Maar die moet je echt zo groot mogelijk maken. Snap je? Oh. Wat ik nou te zien krijg. Een mentor is geen leraar. Een mentor is iemand die dingen bijbrengt op een andere manier. Vaak als je als leraar zeg je wat de kind moet doen. En een mentor geeft jou een aanwijzing van hoe je het gewoon zou kunnen doen. En zo jong nog? Echt heel bijzonder. Intussen bereidt Yusara zich voor op haar duo-presentatie met John Buisman. Bijzonder omdat ze zich voorheen helemaal niet zo makkelijk openstelde voor anderen. Aan het begin vond ik het wel zeg maar, moeilijk om met mijn mentor te praten. Want ik moet wel eerst goed leren kennen of ik haar kan vertrouwen of niet. Of ik haar goed kan kennen, zodat ik meer over haar weet. Dus daar was ik wel erg bang voor om dingen over mezelf te vertellen. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En nu vertrouw ik wel zeg maar, meer op mijn mentor. En kan ik alles vertellen wat ik wil. Kan iedereen zomaar mentor worden? Er zit echt een traject aan vast. We kijken wel wie we in huis halen. We moeten trainingen volgen. We kijken wie het is. POG's moeten aangevraagd worden. Dus niet iedereen kan zomaar mentor worden. Maar we geloven dat iedereen wel is in zich heeft om een mentor te zijn. Ja, dat wordt een hele grote nog. Ja, zij wordt heel groot. Ja, ze wordt sowieso nog groter, denk ik. Ja, toch? Dat denk ik wel.